welkom bij het nieuwe aflevering van Bestertje. Vandaag gaan we toetjes maken. Ведет и вечером, и днем. Мы тихо скажем слава Богу.
твоя дорога. Ведет ты вечером и днем. Мы тихо скажем слава Богу. Aubin Marie, dat is het spel van chocolade in het verwarmen in een pannetje met kokend water. Dat water. Laat maar. Maar hij hoort nooit bij mij, hoor. Ja, daar zit te lang in. Nou, we zitten er niet heel lang in. Gelukkig heb je de vrijstelling al, hè? Daarom. Ja. Je hebt de witte chocolade gemaakt. Breng ik op later, want je bent zotter weg. Gaan we proeven? Van wie zijn deze overheerlijke merengues? Ik doe niet eens naar Lisa. Maar ze zijn merengues. Wat is dat, Jeff? Dit is... Luc. Luc. Dit is... Een fiasco. Nou, positieve instelling. En hier hebben we... Ja, iets wat denk ik wel voor dit. Oké. Dat die ouders ook. Ik was helaas niet veel tijd om dit in te kunnen leveren. Dus we moeten improviseren. Dit is Luc's merengue. Brood van Jezus. Dit is het lichaam. Een broodje voor het respect voor mijn medekandidaat. Nou, ik heb het daarom in volle glorie in de pan gedaan. En om over te gaan op de merengues. Er blijkt dus een reden te zijn waarom merengues niet in vormpjes gemaakt moeten worden. Omdat ze dan aan de zijkanten gewoon niet garen. En dan moet je ze halverwege uit de vormpjes doen en er toch nog iets van maken. En dan krijg je dit. Maar dit alles is geheel niet ten koste van de smaak. Dus ik zou zeggen,
ben tevreden. Dat is toe. Een paar kleine verbeterpuntjes voor de volgende keer. Maar ja, dat zal ook weer. Het is fijn. Leuk eens kijken of het was. Hetzelfde gemuid als de andere. Dus fantastisch. Ik blij dat ik een recept uitgekomen. Wat voor recept gegeven? Ah, oh, dan ben je wel blij. Ja, dat wel. Kijk volgende keer weer naar Mr. Chef. Show me everything and tell me how. It all means something and yet nothing to me.
so much to learn. It's all so close and yet so far. I see myself as people see me. Oh, I just know the sun.